een drietal plasgebieden realiseren. Maar dat kost weer 75.000 in totaal. Dus nu komen we weer heel veel geld tekort. Maar we willen geen seizoen overslaan. Het is nu of nooit. Ik ben projectleider voor de aangewezen wedervolgengebieden in Noordoost Twente. Wat betekent dat? Zeg maar, gebiedscollectief die heeft zich ten doel gesteld om bepaalde vogelsoorten minimaal op het huidige peil te houden. Het liefst nog dat we de populatie uitbreiden. De weidevogels is bijvoorbeeld een doelsoort. En, ook de patrijs en de steenuil en zeg maar de geelgors. Maar hier in dit gebied, het Geestense Veld, zetten we dus in op de weidevogels. En als je een goed weidevogelgebied wilt hebben, dan hoort daar een plasdras bij. Want een plasdras, dat betekent gewoon van aanwezigheid van veel insecten. Dus voedselbeschikbaarheid en dat soort dingen allemaal. Een redelijke grote plasdras worden gerealiseerd. En daarmee hopen we zeg maar, de weidevogels aan te trekken om omliggende gebieden. En dat we hier een goed biotoop met uitgesteld maaibeheer kunnen aanbieden, zodat we hier meer kuikens vliegvlug krijgen. Dat is de achterliggende gedachte. Nadat hier straks water is opgezet op die plasdras, zetten we om dit hele grote gebied zetten we een vossenwerend raster. En daar hebben we goede resultaten mee geboekt in Albergen. Waar we nu aan moeten werken is dat vanaf het komende seizoen in ieder geval wij de vogels weer vliegvlug krijgen. Grutthorsje, tureluurs, kievieten, want dat is de eerste opzet. En stapsgewijze werken naar een weidevogelparadijs, dat is de opzet. Nou, mijn belang is natuurlijk altijd waar de energie zit van de inwoners. Hebben we altijd belangstelling en kijken wat er gebeurt. Maar ik vind het ook wel heel mooi dat die ook in plaats van mooie plannen, dat ook gewoon, het gebeurt hier gewoon. Er wordt hier dus echt met man en macht gewerkt om ook de goede dingen te doen. En ik hoop dat dit heel aanstekelijk gaat werken voor andere groepen op andere plekken. Dat die denken van, hey, wat daar gebeurt kunnen wij ook. En of het nou een plasdras is of op een andere manier de biodiversiteit te bevorderen. Je moet ook laten zien wat je doet. En dat moet je ook delen met elkaar. En daar ben ik wel heel blij mee dat dat volop gebeurt.